De Nissan 370 zet dus geen automaat, tenminste niet in deze auto. En dat vinden we op zich niet eens zo'n slecht nieuws, want de zesbak doet echt eens je hem kent. Precies wat hij moet doen, vlot en zeer nauwkeurig en gericht schakelen. Een sportbak eigenlijk, om het juist te zeggen. De boordplank gaat op en neer samen met het stuurwiel. We hebben vaak kritiek op boordplanken en dat is in dit geval niet waar. Drie klokken voor je neus, drie klokken boven de middenconsole. Kortom, Nissan doet er alles aan om zijn chauffeur op de juiste manier te informeren. Goed gedaan van Nissan. Dat mag ook maar een keer gezegd worden, dat ze daar in ieder geval niet op besparen. Het stuur helemaal rond. Precies zoals we willen hebben, met dan wat fijn ruw leder in het midden, zodat je altijd grip hebt. En Nissan heeft zelfs zich de moeite getroost om een markering in het midden te zetten. Alleen, daar maken ze wel een foutje, staat die markering net niet in het midden. Die zou op 12 uur moeten staan en die staat op 3 voor 12. Dat vinden we vervelend, want juist is juist. Ik kan het ze niet in de diepte verstellen, maar dat hoeft ook niet, want de stoelen zijn uitstekend verstelbaar. Recaro kuipstoelen, dus compromisloos. En dat is eigenlijk de hele auto. Prima ophanging, stevig, net comfortabel. Maar je weet dus altijd waar de auto mee bezig is. En dat is bij een sportauto van het grootste belang. Een V6 atmosferisch. Je vindt het nog zelden, maar hier dus wel. 3,7 liter. 350 pk bijna en die gaan allemaal naar de achterwielen en je weet je daar goed raad mee, want de ESP grijpt zelden in. Kortom, de kracht gaat rechtstreeks naar het asfalt en dan krijg je indrukwekkende acceleraties. Nauwelijks 5 seconden zit hij aan 100. Er is aan deze 370 Nismo weinig automatisch, behalve als je terugschakelt, dan geeft de auto automatisch tussengas, zodat je dus altijd fijn op toeren zit en de wielen niet blokkeren. Dat zal wel met de sper achteraan te maken hebben, die op die manier niet eens echt hoeft in te grijpen. Ik vraag me eigenlijk af in alle ernst waarom deze auto niet meer succes heeft dan hij heeft. Uiteindelijk heeft hij weinig concurrentie en al helemaal niet tegen deze prijs. Voor minder dan 50.000 euro koop je zo'n 370 Z Nismo en dan heb je in deze 2015 jaargang niet eens die belachelijke achterspoiler op je kofferklep. Hij heeft in ieder geval zeer veel bekijks als je ermee gaat rondrijden. Mensen reageren altijd enthousiast totdat ze zien dat er Nissan op de voorkap staat. En je vraagt je af hoe het komt dat deze 370Z niet die reputatie heeft, want uiteindelijk is het een auto met een lange geschiedenis, begonnen al de 240. Het zal wel zijn Japanse afkomst zijn en het is wat dat betreft ook zeer vreemd dat de GTR, zijn potentere vierwiel aangedreven broer met een hoop elektronica en een hoop turbo's, wel die renommee heeft. In ieder geval, hij remt goed, hij accelereert prima, hij heeft een uitstekende wegwerking. Is er dan geen punt van kritiek? Jawel, het moet natuurlijk ergens zitten, dat prijsverschil. En dat zit hem in dit geval in de isolatie. Wel windgeluiden, hoewel dat nog meevalt. Maar vooral de wielen, de banden, de rolgeluiden en het lawaai van rubber op asfalt dringt te fel in het interieur door. Dan wordt praten met elkaar toch wel wat lastiger. Porsche-kopers, want dat is ook een concurrent van deze auto, zeggen wel dat je geen geld voor deze auto terugkrijgt. Maar je moet ook maar uitgeven wat je bij een Porsche al kwijt bent van het moment dat je uit het dealership wegrijdt. Tel uit je winst, zou ik zeggen. Zou ik deze auto aanraden aan een sportauto liefhebber? Jazeker. En nog wel zonder enig voorbehoud, want
ook nog eens zeer bedrijfszeker, wat ook niet van de meeste sportauto's kan gezegd worden. Onder Hans Friedelink, zowel in Running Coast als in aanschaf, zeer budgetair vriendelijk. Waarom deze Nissan niet vaker gekocht wordt, het is ons een compleet raadsel. En eigenlijk is daar maar één juist antwoord op, je koopt geen centimeter spiemel. Een eenvoudige rekensom leert ons dat we vandaag naar 12 wielen gaan kijken. Twee auto's en twee motoren. Jawel, motorfietsen. Want deze week loopt in Milaan de bekende internationale beurs EICMA. De auto's, maar wat voor auto's, komen achteraan in flash. Net voor de EICMA, de motorbeurs in Milaan, gaf het Italiaanse MV Agusta al een video vrij van de nieuwe Brutale 800. Technische gegevens houdt de fabrikant nog achter de hand, maar je kan wel zien dat de fiets een nieuwe layout heeft gekregen. Vooral de achterkant ziet er grondig anders uit. Tank en rijder komen iets meer naar achteren op het frame te zitten. Dat frame is nauwelijks veranderd en ook de motor is dezelfde driecilinder. Dat die een upgrade heeft gekregen, ligt voor de hand. Maar hoeveel toeren meer en hoeveel surplus en pk's dat oplevert, is wachten tot onze motorspecialist Thierry Sarrazijn uit Milaan terugkeert. Ook BMW Motorrad heeft een nieuwe tweewieler. To be customized, zoals dat tegenwoordig de mode is. Het gaat om de R90 Scrambler, met dezelfde boxermotor uitgerust als de Roadster. Een 1200 cc, goed voor 110 pk. De nieuweling is een rechtstreekse afstammeling van de Roadster, maar hij heeft een hoger gemonteerde uitlaat en vooral een buitenmaats 19-inch wiel vooraan, waar de telescopische vork een lange veer wegkrijgt. Je zit ook meer rechtop op deze R90. De catalogus bulkt van de accessoires om de motorfiets aan te passen en het moduleerbare frame kan naar de wensen van de motaar worden aangepast. De R90 Scrambler wordt matgrijs gespoten en krijgt een vintage bruin zadel. Porsche heeft zijn 911 nog maar eens onder handen genomen en de koets krijgt lichtere touches, maar vooral een efficiëntere aerodynamica die de auto beter op het asfalt doet plakken. Belangrijkste nieuwigheid is de motor. Porsche zet de atmosferische motoren onder druk van de uitlaatnormen voorlopig aan de kant en bouwt nu turbomotoren in. Dat wil zeggen, een 3 liter boxer met twee turbo's. Dat levert in de S-configuratie 420 pk en 500 Nm koppel op. Dat acceleraties en snelheid top zijn, is daarmee gezegd. Verder blijft deze S, zowel in de coupé als in de cabrio variant, helemaal een 911. Een sportauto die zijn identiteit aan het circuit verleent, maar wel gemaakt is om op de openbare weg te rijden. Het zijn de woorden van Porsche zelf. Straks, als we het in de top 5 over sportieve sedans gaan hebben, gaat de Mercedes AMG C63 een hele mond vol bijzonder hoge ogen gooien. In de eerste plaats om de nieuwe V8-motor, voorzien van twee turbo's, minimaal goed voor 480 pk. In de S-versie zelfs 510 pk. Turbomotoren staan garant voor een uitstekend koppel. De trekkracht is altijd aanwezig en je hoeft niet als een gek te schakelen. Je kan met de C een performance-uitlaat kopen en dan gaat de auto in de race-instelling als een echt competitiebeest brullen. De AMG C krijgt een automaat zonder dubbele koppeling, maar toch efficiënt genoeg met zijn 7 versnellingen. Spurtje naar 100 kan in 4 seconden. Zo ben je snel bij je bank om een kleine 100.000 euro op te halen die nodig zijn voor de aanschaf. Hij kan zowel in sedan als break-uitvoering.
Japan quality. Yokohama.